woensdag-editie van Matentaki starten we met Zoveel Lobby. Er is de woensdag van 15 augustus 2018 en mag ik u met alle genoegen van harte welkom heten bij een nieuwe aflevering van ons ochtendprogramma Matentaki. Niet alleen via de STVS te volgen, maar ook vanuit de speakers van uw radio te volgen als u afgestemd bent op SRS Biggie Poa. Er is een mooie woensdag. Ik stond er zelf versteld van onderweg naar het werk, want het was zo rustig in het verkeer. Maar dat heeft allemaal te maken met de grote vakantie die op verschillende scholen al is aangebroken. En in de vakantie weten we allemaal dat wij niet gewoon gaan zitten en tijd verspillen, maar dat er zoveel creatieve dingen zijn te doen waaraan wij ook een bijdrage kunnen leveren. En als we praten over de creatieve dingen, dan praten we vandaag in deze editie over kunstenaars. En de kunstenaars die hebben weer een maand lang zoveel attracties voor het publiek. En ook nog hebben zij voor de toeristen alles wat te maken heeft met kom en zie het in Suriname. De kunstenaars die wij vandaag in de uitzending hebben, die komen uit het district Marowijne. Ik heb zoveel lobby voor Brokoponde dat ik kan naar Odimi moest Barbrokoponde. Met Barbrokoponde was Sweet Odi. En de kunstenaars die we vandaag spreken, die gaan praten over wat er in Marowijne zal plaatsvinden vanaf 17 augustus aanstaande. Ik heb ze al in de studio. Ik weet dat ik niet met ze begin te praten voordat ik de volleybalselectie, mannenselectie van Suriname moet feliciteren namens de STVS. En wij kijken uit naar wat er nog binnen wordt gehaald als we praten over de Surinaamse sporters. Maar we gaan gelijk naar onze eerste gasten. En ik heb het al eerder gezegd, kunstenaars die gaan praten over wat er gaat gebeuren vanaf 17 augustus aanstaande. Goedemorgen. Jullie kregen beide de ruimte om een korte intro te doen. Wie is wie? Goedemorgen. Ik ben Razia Barsati. En ik ben docent bij het Noel Aterman Art Academy. En ook tevens kunstenaar. En naast u staat? Mijn naam is Feiko Bekkers. Ik kom uit Nederland. Ik ben kunstenaar. En ik doe mee aan de tentoonstelling die we op dit moment aan het opbouwen zijn in Mungo. Jullie zijn bijna klaar met de voorbereiding? Ja, zo goed als zijn we bijna klaar, ja. Oké, wat gaat er op 17 augustus aanstaande gebeuren? 17 augustus is de opening van de tentoonstelling waar we nu al 2 weken aan het mee bezig zijn. Mm-hmm. Het is een tentoonstelling die een beetje allemaal kunstenaars bij elkaar brengt uit Suriname. Uit Frans-Guyana en uit Nederland. En vrijdag is daar de opening van. Wat wordt het dit jaar? Want we weten, het is niet de eerste keer. Het wordt vaker, het is al een paar keer georganiseerd. En de participatie vanuit het buitenland is gaan groeien. Ik heb een week geleden begrepen dat er meer kunstenaars naar Suriname komen om het gedeelte van hun aan te vullen. En om het een mooiere show te maken, wie is er precies op bezoek in Suriname? Ik ken niet echt alle namen, maar er zijn kunstenaars uit Nederland, hier uit Suriname ook natuurlijk. En wat Feiko zei, zijn een paar anderen ook van Frans-Guyana ook. Ook de Nederlandse kunstenaars zijn dan kunstenaars die hier al eerder waren. Dus ik was hier in 2016 3 maanden eerder op Mungo. Of het zijn kunstenaars die een soort band hebben met Suriname, van Surinaamse afkomst zijn. En zo is die groep een beetje heel natuurlijk bij elkaar gekomen. Nou, ik begreep ook dat het te maken heeft met een project. Het is een soort van wisselwerking, heeft een wisselwerking. Er gaan kunstenaars van Suriname ook naar het buitenland. En deze keer dan komen kunstenaars van het buitenland naar Suriname. Als u kijkt naar die samenwerking, tot hoever of welk cijfer kunnen we geven aan de samenwerking? Nou, een cijfer is moeilijk te geven. Yeah. Maar je ziet wel nu de 2 weken dat we bij elkaar zijn. En er wordt heel hard en heel intensief gewerkt.
ja, dan zie je wel dat we van elkaar leren en dingen van elkaar oppikken. En iedereen brengt iets van zichzelf mee, uit zijn eigen cultuur, uit zijn eigen land, vanuit zijn eigen interesses. Dus het wordt een soort rare mengelmoes die volgens mij heel interessant en heel leuk is om te gaan bekijken. What is the key word bij deze tentoonstelling? Mijn thema is eigenlijk visual art of visual art. Is het Timbevu Libi. En dat is de tweede. En dat wil zeggen dat we eigenlijk alle kunstenaars met elkaar bundelen en ze gaan elkaars culturen, wat Feiko zei, dat ze elkaars culturen gaan uitwisselen. En dat ze dat één werkstuk gaan presenteren. En het is natuurlijk leuk om te weten dat het eigenlijk een internationaal toch internationaal is dat het hier in Suriname wordt gepresenteerd. Want mensen vanuit andere landen komen naar hier in Suriname om zo een grote expositie neer te zetten. En dat is wel bijzonder. Nou, wat zijn de verwachtingen? Die zijn heel hoog. Heel hoog verwachtingen. Kan niet anders, hè? en ook wat wel goed is ook om te zeggen, dat heel veel werken zijn ontstaan samen met de mensen in Mungo. Dus de kunstenaars die werken samen of met craftsmen in Mungo, dus mensen die met keramiek werken of met houtsnijwerk doen. En dus zo is het niet alleen een samenwerking tussen kunstenaars, maar ook tussen de kunstenaars en de inwoners van Mungo. Als jullie vrijdag aanstaande starten, tot wanneer staat het open voor de gemeenschap, voor de toerist, om langs te komen en te genieten van de werken? Nou, er is ook weer Mungo Festival dit jaar, zoals elk jaar. Ja. En dat vindt plaats de derde week van september. Ik denk ergens in de buurt van 22 moet het zijn. Ja. En tot die tijd is de tentoonstelling. Dus dit open. Is een voorloper, of zeg maar een voorschot van het festival? Het is een voorproefje van wat we uiteindelijk bij het Mungo Festival gaan zien. Nou, u heeft het gehoord en ze hebben. Kunstenaars die hebben altijd weinig te vertellen, maar meer te tonen. En dat kunnen ze allemaal dat kunt u allemaal gaan bezichtigen vanaf 17 augustus in Mungo, in het district Marowijnen. Ik wil ze bedanken voor de komst. Wat doen jullie nog in de vakantie? Nola Hatema. Ik wil nog iets bij toevoegen, dat er een bus is. Er is een bus die vanuit Nola gaat vertrekken. Okay. Voor het publiek vanuit Paramaribo die naar bij de opening wil zijn. En dat gaat, het gaat 9 uur vertrekken vanuit Paramaribo bij Nola Hatterman. 9 uur 's morgens. Ja. En het vertrekt 6 uur 's middags vanuit Mungo weer. Hoe laat starten jullie precies? We starten eigenlijk 11:30. Half twaalf. Oké. De opening. Dus als u misschien plannen heeft om met eigen vervoer te gaan, of ja, u wilt het meemaken, dan moet u in de buurt van 11 uur 's morgens al ready zijn, want dan gaan ze van start. Heeft u geen vervoer, kunt u dan contact opnemen met Nola Hatterman Instituut. Misschien is er een registratieronde en dan mag u aangeven, want vanaf 9 uur, dan moet u ook al ready daar zijn, want dan gaat een bus vertrekken vanuit het instituut richting Mungo. We hebben ook gisteren in het journaal gezien, many thanks voor jullie komst naar de studio. We hebben gisteren in het journaal gezien dat er een Grand Prix serie is achter het Mungo Festival. En een Grand Prix serie is net wat die gast net gezegd heeft, is dat de gemeenschap betrokken wordt en dat met de dingen die de gemeenschap zelf produceert, die dingen worden ook meegenomen tijdens het festival. En u heeft net ook gehoord dat tijdens de expo ook die spullen worden meegenomen en tentoongesteld. We gaan naar onze eerste music break. Het wordt Colonie met Parfum. Ik denk dat de mensen die geslaagd zijn, die over zijn, die hebben hun cadeautjes al uitgepakt. Maar we hebben nog een cadeau voor u. En Subromchi en ook to if you up you verjaardag DTD. Dan we give you one. Boom biggie brasa, nanga wan Steve anu, fu ikang opo anyung libiari fu you, nanga
krakti nanga gosontu. Ook voor de mensen die vandaag niet zo prettig zijn opgestaan. Die mensen geven we ook een big up vanuit de studio van de Nationale Zender. Ik moet bijvermelden dat wij al aan het afbouwen zijn voor wat deze periode betreft. Ja, de mensen hebben ook recht op vakantie. En als je bezig bent met een product, dan is het goed dat u van tijd tot tijd evalueert en kijkt waar kunnen we het beter doen en waar kunnen we eigenlijk aanpassingen aanbrengen. Ik heb al ruimte genoeg gecreëerd voor de volgende groep die vandaag gaat praten over een specifiek onderdeel voor a umasma. En een onderdeel dat die op te maken met kotaki verzorging, a hygiëne voor umasma. Ze hebben initiatief genomen en ze hebben ook de moeite gedaan om in Suriname te zijn en om de mede-Surinamer of Jepi Asranamang Jing Askoro, Jinga ondersteuning, Nanga Jing Asabi Fafudu Tefu, a periode dat Kong in Auma Libi. Het heeft te maken met a periode van ongesteldheid. Isabi en Umasma, na zo Udekaba, if Uwani Sorgu Fu Chari Pichin Kong Tap Grond Tapu, dan heb je de ruimte. Of dan komt er een moment in jouw leven waarbij jij onrein bent, zoals we het makkelijk zeggen. En ik ga ze gelijk de ruimte geven om te groeten en heel netjes aan te geven wie ze zijn. Goedemorgen. Goedemorgen. We beginnen bij die vrouw, hè? Daar komen okay. We bij u. Ja. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. U bent. U mag Suriname groeten. Goedemorgen Suriname. Dr. Linda Kognitiman Pansa. Hi, Stanley Konetiman, president voor JP Foundation in Canada. Oké. En we zijn hier om aan te geven welke projecten we hebben uitgevoerd in de afgelopen 10 tot 11 jaren. Yes. En in specifiek project Operation Women Hygiene Matters. Okay. En Linda gaat een beetje praten over het project. Maar misschien kan ik je even uitleggen wat we allemaal hebben gedaan in de afgelopen 9 tot 10 jaren. Oké. Okay. In 2009 zijn we begonnen met vrienden. Linda had het idee om vrijwilligerswerk te doen in Afrika. Mm. Maar toen heb ik gezegd van, waarom niet in ons eigen land Suriname? Dus samen met onze twee kinderen, Shekem en Mkaila, jongen en een meisje, zijn we begonnen met vrienden in Canada om te werken aan een project. En we hebben toen dingen opgehaald om naar Suriname te sturen. Mm-hmm. Ons eerste project, Operation Give a Bag. Wat we hebben gedaan is om schooltassen met inhoud op te halen in Canada. Meer dan 2200 pond hebben we toen verstuurd naar Suriname in 2009. Toen we hier zijn aangekomen hebben we gesprek gehad met sommige functionarissen op Volksgezondheid. Toen hebben ze gezegd van waarom doen jullie niet meer? Twee jaar later zijn we begonnen met project Operation Give a Pair of Pants. Om jeansbroeken op te halen voor kinderen die hier op school zijn. En zo zijn we begonnen met andere projecten. Operation Gym in a Box. Om spaarmaterialen te brengen naar Suriname. Operation Reading Glasses. Om brillen, leesbrillen en gezondheidsbrillen te brengen. En nu Operation Women Hygiene Matters. Zo, Linda gaat even uitleggen. Voordat we naar mevrouw Linda gaan, dan wil ik toch even praten met u over hoe makkelijk is het of gaat het bij het ophalen van spullen om vervolgens Surinamers blij te maken? Zo, het proces is duurt meestal 2 jaar. Want we doen fundraising in Canada om geld op te halen. We hebben bijna 2 grote gala in Canada waarbij we silent auction organiseren. We hebben veel vrijwilligers. Onze kinderen treden op tijdens de gala. En dat is een klein gedeelte van het proces. Daarna moeten we samen met de shippers, de verschepers, maken dat die goederen worden verscheept. Die container komt thuis bij ons. We nodigen onze buren uit om ons te helpen om het te laden. Het duurt 3 dagen. Daarna moet het verscheept worden naar Montreal. Via Montreal naar het Caribisch gebied en dan Suriname. Dan begint
het tweede proces waarbij we die dingen moeten inklaren. En het gaat niet zo makkelijk. We moeten daarvoor betalen. Dus als er mensen zijn die naar dit programma kijken en staan weten... Staan kijken mensen. Ja, als ze ons kunnen helpen met het inklaren, want dat is het grootste probleem voor ons. Want daar hebben we een budget waarbij we ervan uitgaan dat we een vrijstelling gaan krijgen. Maar het gaat niet zo makkelijk. En het laatste gedeelte van het proces is om een vrijwilligers hier te krijgen. Meestal doen we een beroep op onze familieleden en vrienden. Met vervoer, het uitladen, inpakken, sorteren en dan naar die verschillende dorpen gaan. Dus en, het is een three-stage proces. En natuurlijk is altijd de hulp van nog één persoon erbij. Ja. Van harte welkom. Ja, zeker. Ik denk dat ook de autoriteiten die dit horen, die zullen zeker inspringen hoor. Ja. Als iemand ergens de stap heeft genomen, de eerste stap heeft gemaakt, komt de Surinamer echt in. Maar we gaan dan naar het project waarmee jullie nu bezig zijn. En ik heb een middag, in het voorgesprek, een portie aan informatie gekregen die ik gelijk ga doorsturen naar de kijker. En dat doen we vanuit u, mevrouw Linda. Goedemorgen, once again. Wat heeft u meegebracht? Dus dit keer heeft Yepi Foundation een pakket meegenomen voor vrouwen om ze te helpen met hun menstruatie. In Suriname en in andere landen ook hoor, is menstruatieverzorging iets dat we niet vaak over praten. Veel mensen gaan naar de winkel en ze kopen een maandverband of tampon en ze weten niet eigenlijk hoe het gemaakt is, hoe ze het moeten onderhouden, etc. In over 120 landen nu zijn we bezig, er is een organisatie waarmee we samen hebben gewerkt, ze heette Days for Girls. En ik heb samen met ze gewerkt om dit project naar Suriname te brengen, om vrouwen in Suriname toegang te geven aan een maandverband dat gewassen kan worden. Nou, ik weet dat in Suriname men al dit gebruikt. Maar men gebruikt meer oude lakens, oude baddoeken, oude jurken, truitjes, etc. Die producten zijn echt niet breathable. Lucht kan niet erdoor en als je het was, heeft het ook wel nog vlekken, etc. Wat we hebben ontworpen is een doek, een maandverband, die kan helpen met die kleuren. Een maandverband die heel erg zacht is en het is van materiaal gemaakt die kan helpen met geur en die heel zacht is voor een vrouw. En zo'n maandverband is nou te verkrijgen in winkels in het buitenland. Het is niets anders dan materiaal. En voor vrouwen hier heeft het economische voordelen en hygiënische voordelen. En wat het ook doet, het helpt vrouwen echt om terug te nemen controle van hun eigen lichaam, om te weten wat ze dragen. Want zoals ik al heb gezegd, wanneer je naar de winkel gaat, weet je niet precies wat je koopt. En we zijn naar verschillende plaatsen gegaan, hier sedert we zijn gekomen. En ik heb van vrouwen zelf gehoord, al die infecties en irritaties en alles dat gebeurt met hun, hun vagina. Mm-hmm. En hoe ze het vinden dat ze nu iets kunnen gebruiken die betrouwbaarder is. Een van die voorwaarden om aan zoiets te komen is dat ik een training met die vrouwen moet doen. Vanwege training die ik zelf heb genomen. Dus ik ga niet en ik geef het gewoon aan iemand. Nee. We hebben een gesprek van over een uur. En ik heb echt veel gehoord van die vrouwen, hoe ze ermee zitten en wat er met ze gebeurt. Nou, ik weet het niet. Maar ik weet het wel, omdat ik ook een moeder heb en ik heb zussen. En ik heb ook begrepen dat jullie al naar verschillende gebieden zijn geweest, het binnenland. Ik heb gehoord dat jullie aardig wat hebben uitgegeven. En u vertelde me in het voorgesprek ook dat er verschillende modellen zijn. Hè? Mm-hmm. Ja. Bij vrouwen die last hebben van ja, ik weet het beter, denk ik. Kunt u dat gedeelte ook uitleggen?
Dus een normale pakket heeft bijvoorbeeld 8 maandverband en ook 2 liners. Die liners zijn van een materiaal gemaakt die geen bloed toelaat. Het is waterproof. Misschien natuurlijk voor die cameraman even kunt vasthouden, ja. So, dit is een voorbeeld van die liner. Het is van waterproof materiaal aan de binnenkant. En het zorgt er ook voor dat je heel makkelijk je maandverband naar binnen kan stappen. Zodat het in plaats kan blijven. En ik ga echt even een demonstratie geven van wanneer je het aan je ondergoed zet, hoe makkelijk het in elkaar, hoe makkelijk het gewoon zit waar het hoort. En op deze manier, al moet je naar school of het werk of waar je ook gaat, al moet je sporten, het zit gewoon daar en het ondersteunt je voor wat je nodig hebt. Wanneer je bijvoorbeeld weet dat je menstruatie dichtbij is, maar het is er nog niet, kan je je maandverband ook overal meenemen met je door eenvoudig te vouwen. Omdat het gemaakt is om echt makkelijk te zijn voor vrouwen. En je stopt het zo in je tas. En dit is je maandverband. Elk pakket heeft 8. Maar natuurlijk zijn er vrouwen die veel vloeien. Of die pas een baby hebben gehad. Dus voor hun hebben we iets gecreëerd dat een beetje handiger is. Het is een beetje langer. Het houdt dan meer bloed voor die vrouwen. Maar ook aan de binnenkant kan je meer dan 1 zetten. Zodat je bloed, zodat je meer support hebt voor je bloed. Een van die voordelen van je maandverband, bijvoorbeeld van die kleine, als je bijvoorbeeld niet die lange wil dragen, kan je ook best wel tot en met 3 in deze zetten. Mm. Je kan 2 zetten, je kan 3 zetten, maar dit is gemaakt om 3 bij elkaar te houden. En zo, als een vrouw dit krijgt, houdt het je voor tussen 2 en 4 jaren. Aan de hand van hoe je ervoor zorgt. Hoe beter je ervoor zorgt, hoe langer het kan duren. Dus we praten met die vrouwen ook over het wassen. Zo we zetten ook een stukje zeep om te demonstreren dat het heel makkelijk is om zeep te gebruiken. We hebben ook een zak erbij gezet. Dat als ze op straat zijn, op het werk of op school en ze hebben een gevlekte maandverband, dat ze het kunnen spoelen, in hun zak zetten. En omdat deze zak een Ziploc zak is, en het is te verkrijgen hier, maar we geven het ook aan die vrouwen. Kan je het ook in je tas zetten. We praten met die vrouwen ook over de verzorging op een kaart die ze meekrijgen. En aan de achterkant van hun kaart hebben ze zo'n kalender om bij te houden wanneer hun menstruatie komt. Zodat ze voor zichzelf ook kunnen zien en hoe ze na moeten denken over hun menstruatie en zich voorbereiden. Misschien met pijnen of andere dingen die ze meemaken. Maar ook om te weten als ze een cycle hebben van 28 dagen of 35 dagen. In onze gesprekken met die vrouwen zijn er zoveel vragen gesteld. Die eigenlijk ik sta niet versteld, want dat hoor je van groep tot groep. Ja. Maar Surinaamse vrouwen en vrouwen overal willen praten over hun menstruatie. Het is geen taboe, dat proberen wij weg te halen. Het is iets om te vieren. We moeten praten met vrouwen die door hun menopauze zijn gegaan. Met vrouwen die nog kinderen krijgen, met jongere meisjes die het nog niet hebben gehad. Zodat ze voorbereid zijn erop. En niet zien alsof het een straf is, een vloek, dat ze onrein zijn, et cetera. En ik heb gehoord, weet je, in die introductie dat we dat woord hebben gebruikt, onreinheid. Yeah. Dus we moeten dit gaan zien als deel van een vrouw. We moeten dit project gaan zien als wanneer je goed zorgt voor vrouwen, zorg je eigenlijk voor een hele gemeenschap. Want een vrouw is de kern van een gemeenschap voor hun gezin en op den duur voor de hele Surinaamse maatschappij. Dus daarom zijn we met dit project naar Suriname gekomen. En hoe loopt het? Het gaat een beetje, het gaat goed.
prima. Yeah. Maar met al onze projecten hanteren we het systeem van triple bottom line. Dus wat ik daarmee bedoel, ik ben een econoom, senior economist voor het tweede grootste oliebedrijf in Canada. We kijken naar het economisch aspect van elk project. Bijvoorbeeld Linda heeft gezegd dat vrouwen dit kunnen gebruiken tussen 2 en 4 jaar. Als je bijvoorbeeld als een vrouw bijvoorbeeld 25 SLD per maand besteedt aan maandverband, maal 12, maal 4 jaar, dat is erg goed. Dan hebben we het sociaal aspect. In sommige dorpen kunnen die vrouwen niet daar blijven wanneer ze menstrueren. Ja, ze moeten naar de stad. Het is een sociaal probleem. En het laatste, het milieu. Als je maandverband gebruikt, waar gooi je het weg? Je hebt problemen met het water, met gedierte, honden, etc. Dus we kijken altijd naar die drie aspecten voordat we een project implementeren. We praten over duurzame ontwikkeling en wij praten met een koppel. En ze zijn helemaal weg van Suriname, want dit is niet de eerste keer, maar de zoveelste keer dat zij al op bezoek zijn in Suriname. Trouwens, ze komen eigenlijk ook uit Suriname hoor. Maar ze zijn weg en wonen in Canada en werken ook daar. Maar ze denken niet alleen van Motandra Petekmiki. Als er iets te doen is, dan doen ze het samen met de Sranamang. Wanneer zijn jullie in Paramaribo ter afsluiting? We zijn hier tot een. Je bedoelt. Met dit project? Morgen starten. Ja, waar zijn jullie precies? We zijn aan de Boonweg, over de brug. Dan doen we een project daar. U kan even contact opnemen met. Op welk nummer kunnen de mensen bellen? 89-33-419. Dat is het Surinaams nummer dat we hier hebben. 89-33-419. 419. Ik wil jullie bedanken. Ja. Ik denk dat de mensen het duidelijk genoeg hebben gekregen. En ik denk dat de vrouwen die vooral veel last hebben en ja, die het makkelijker willen hebben, zeker kunnen bellen naar 89-33-419. Many thanks. Okay. We gaan naar onze laatste gasten. En ik bedank deze mensen. Mooi blakka. Blanca, Libisma, Sandeno, Mindri, Ensa, Yepi, Fuchari, ook toe, Kinky Kong, Nanga Fuchar, Sranango, Tapuantra, Level, Fu ook toe, Te, Biggie Grontapu, Etaki, Anogeslik, Sranan, Nebesta. We hebben onze volgende clip en we gaan al denken aan de gasten die nog moeten volgen. En zij gaan over Rastafari praten. Nobody can stop reggae, cause reggae is strong. En ook in Suriname weten we dat. De volgende gasten, ik heb het eerder al gezegd, gaan praten over Rastatori. En het is over Rastatori. En ik kan draaien wat Rastani Moroleki van Rastapoku, zodat dat Firika Oppo. U heeft net gezien de band die jarenlang met Lucky Dubé heeft gewerkt. En Bakadi Lucky Dubé Las Libi, dat band die zie. Het is gewoon een tour. Het is omdat bijna na een heer. Machinekamer voor Lucky Dubé, alle de CD. Welkom in de studio. Mijn baron was je toe die de bidding af me, meneer Sunder. En Amandi Sunosap Sanan. Kenti Adolf. Kenti Adolf. Kenti Adolf. Ja. Nou, hoe kon speciaal voetak over Frida Saikong? Heb ik het goed? Ja, Frida Saikong. Sana ab sang na moro mooi. Momenti gewang Rastamang if u denki vrede aanstaande. Vrede aanstaande we denki Marcus Garvey. Marcus Garvey ben de wan bigimang in a filosofie voor den Rastafarians. Want Marcus Garvey ben de wan profeet. Wan profeet zou voorspel a kroning voor Haile Selassie in Ethiopië. En dat na een relatie tussen de Rastafarians en Marcus Garvey. En vier herdenk dat na alibi voor Marcus Garvey. Want alibi dat die ben de wan kwalijk belangrijk libi. Ook die bijvoorbeeld ik kan taki ala blakasma in a in haar heer konden Jamaica, maar ook over de hele wereld.
Amandat Potin's Tempel. Oh, en ook in Sranang, Marcus Garvey, die apwa host, ja, althans de organisatie vereng. En wat van de biggie streamman voor Sranang, Anton de Kom, men de eigenlijk ook wang volgeling voor Marcus Garvey. Mm. Ja. En vrede aanstaande, nou, meneer Sunder, dat ging bij me zang naar een vier of a herdenking voor vrede aanstaande. Ja, nogmaals, meneer Kenti Adolf, voor Naya Bingi. Sa efortigo dak ala Rastafari namens Rastafari Makanda Sranang. So ade tak vrijdag 17 augustus diso de 16e keer sou organise sou herdenk vira aforiardi fu Marcus Garvey en tap adi dati uno malibadi dat gue omdat le fabre da cha ko fisik ba abe si ab a bokro ne faili sele haili sele fesi en ook toe aan dat u wang. Marcus Garvey be fetigi ala blakama tak ala blakama mus bonuru fukang verander u akter de san fusano de slekte dinga funo kota keso de san sau dina bakana ade en ook toe nga a repati reparation repasiere go bakana Afrika de san dat bedwan tu bolang reksangi uno le Rastafari ook toe sai de me kwe etek a lerif Marcus Garvey en saide me kwe organiseer a dief Marcus Garvey. So vrijdag, so na Kwaku Plein, wo herdenk a dief voor Marcus Garvey, a 131 geboorte dag voor Marcus Garvey. So, unu obigen a CBU na a programma, a officieel programma CBU, na a bepaalde toespraak voor als obigen meneer dinamise je arma sender, Naya Bingi, 12 Tribe, Israel Foundation, Boboshanti, meneer Henk Ehrenberg, Nanga Oktu, vice-president, Ashwin Adin, ook die toespraak. Zo bakadat daun ook ba, tapadi dat die dao lusutu no, want alle de jari, be organiseren, maar be organiseren no mo ina a leasing, na din dao be de bise na a DJ, maar ayar jou teke moro bigi, want ben srif o de bena, 15 artists. Wow. Dus we vieren morgen Biggie. Dat naast op z'n vrijdag aanstaande. Vrijdag aanstaande, we gaan naar Biggie Massa om memory. Even uluku, meneer Sunder Taki, betekent wat zijn gisteren aan toe, want we hebben de edema voor Sranang in Ating. Bij volgende man ook toe. Maar wat kunnen we zien vandaag aan de dag en kunnen dat even koppelen aan de lering en aan de kunde die Marcus Garvey had? Ja, kijk, Marcus Garvey is in de eerste plaats een nationale held in Jamaica. Hè? Ook in Washington, in het OAS-gebouw, staat een borstbeeld van hem. In Engeland zijn er diverse straten, diverse beelden van hem. En Marcus Garvey stelde in de eerste plaats dat slavernij een heel klein gedeelte is in de geschiedenis van de Blakamangs. Marcus Garvey stelde dus dat de geschiedenis van de Blakamangs begint in Egypte. Zij zijn de farao's geweest. Zij hebben in die oudheid de farao's geweest. Daarna hebben de Moren die Europa hebben veroverd en beschaving aan de Europeanen hebben gebracht. Dus dat de geschiedenis is van de zwarte mensen. Mm. En dat van die slavernij, het is maar een klein gedeelte. En vervolgens stelde hij, education is key. De zwarte mensen in Amerika en in Jamaica en de rest van de wereld moeten zich, they have to educate themselves. En vervolgens zei hij, ze moeten hun eigen industrie gaan opzetten. En hij heeft in Amerika zelf een scheepvaartlijn ontwikkeld van Amerika naar Afrika. En de bedoeling was dus dat er industrialisatie op gang kwam binnen die zwarte gemeenschap en dat die producten onder meer naar Afrika zouden gaan. Verder heeft hij restaurantsketens ontwikkeld.
Hij heeft bedrijven ketens ontwikkeld in Amerika om te zeggen van kijk, dit is het voorbeeld. Zo moeten we het gaan doen. We moeten die dollar eerst binnen onze eigen gemeenschap laten rollen. En vervolgens kan het naar andere gemeenschappen rollen. Hij heeft gewezen op eenheid en samenwerking. En daarvan kunnen we leren. Vrede aanstaande, itake so mooi, lus futu deinatori. U mag Karala Risma op. Ja, leg favoriet dat me ook toe mee nodig. STVS uit, ja, alle ja, ding. Tra, Bradaf Uno, de journalisten. En ook toe mee nodig haar gemeenschap uit, voor vier adidati. Want adidati ook toe, als je zo'n zand die Rastafari tak, u moest bundel, leg van Marcus Garvey taki. Zo, so, om een jaar Rastafari bevindt naar fysiek betak, alle de orde moest komen kanra. Matap adi yada uskufit ala de Rastafari host Bobo Shanti 1239 na ya bingi so uko makandra fu uroko sama u forum wang federasi dus dat na wafde uroko fu Rastafari sa Marcus Garvey takita kum bonurus ref da ukomoro teranga da ufit gi a problem sa u abida seeker wafena oplose ya Ola ta ebigi? Seebiro a programma ebigi Seebiro nete? Jawel. Oké, dat kan allemaal op vrijdag aanstaande. Ik wil de heren bedanken. Achatouma aspan, maar if gidens ma ala sani dan vrijdag da. U abetef giden, maar dan kan je denk ik kan je na zelf de san mo heren. Dus me no go. Maar if u an jere moro fini fu atori, nanga alibi fu Marcus Garvey, dat je moest go vrijdag aanstaande na Kwaku Plein, want daar begint vanaf 7 uur 's avonds een programma waar je 100% iets uit kan halen als het gaat om 131 jaar terug bij Alibi voor een biggie man die zie bij de bij ons staat. We bedanken meneer Armand Sunder en meneer Adolf. Many thanks. De laatste gast is inmiddels al in de studio. Goedemorgen. En hij gaat praten over het schoonmaakproject. Het schoonmaakproject van de jongeren van Flora. De Nationale Democratische Partij. Ja, no? Ja, ja. Heb ik het goed? Welkom in de studio. Dank je. Jullie waren er al, ja, ja. Maar ik heb begrepen dat het project verder gaat. Yes. En dat jullie ook nog weer ondersteuning van de samenleving verwachten. Welke ondersteuning moet het in deze zijn, als je jezelf eerst introduceert? Ja, goedemorgen. Ik ben Bel Karawan. Bel Karawan. Bel Karawan, ja. Het is zo dat het meer gaat om een oproep naar de gemeenschap toe. Dat ze weten allemaal dat we verstaan zijn gegaan met het schoonmaakproject van Grof 5 van Flora. Mm-hmm. En het project loopt al verder. Dus we zijn nu beland in de derde blok. Dus ik ben hier gekomen om de mensen van blok 3 om te melden van dat we al zover zijn om in hun blok bezig te zijn. Wat is blok 1, wat is blok 2? Blok 1 hadden we dan het gebied van Flora, Vajajanstraat, Omoesjastraat en dat gebied. Mm-hmm. En blok 2 waren we dan vorige week bij Fransjepanenstraat, Broekoponderlaan, daar achter in de buurt. Mm-hmm. En die zijn we in Dortmund blok 4. En blok 4 is de omgeving. Blok 3 heb je nu, hoor. Ja, blok 3. Dan krijg je omgeving Zonnebloemstraat, Gemiddellandsweg linksaf, Broekoponderlaan, Jagonat Lasmonstraat linksaf. Dan krijgen we weer de Lalaroekweg, Gemiddellandsweg, rechtsaf Broekoponderlaan, rechtsaf Fransjepanenstraat. Dan krijg je blok 3. En daar gaan jullie vanaf wanneer bezig zijn? Vanaf zaterdag. Zaterdag en zondag zijn we daar. Wat moeten de mensen van dat gebied nu doen? Wat ze nu moeten doen is dat ze alle grofvuil dat ze hebben voor de deur gaan plaatsen en dan zorgen wij ervoor dat die verwijderd wordt. Op zaterdag en zondag. Maar als je kijkt naar het project, het begin van het project, waarbij blok 1 en blok 2 aan de beurt waren, hoe hebben de mensen erop gereageerd? Ze hebben heel goed erop gereageerd en ze hebben heel ook flink gebruik van gemaakt. Je snapt dat voor Jurgen terug voelt, gaat er weer grof veel naar money en heeft hij vanaf gelegenheid dat hij, waarom niet gratis? Zijn de extreem zijn niet zo schief, denk je dat je dit bedien had, Jari, dit nou,
Zo sabi je nog, ik hoop dat wat doen, maar er was genoeg grof veel, om het zo te zeggen. En dat ik nou ook zo doet, maar ik zal eigenlijk wat eens kassi wat gaan vinden, is in de maand gewoon dat je poten die doet waar je. Ik sabi toch, dus dingen als oude matrassen en dat soort dingen. Kan je niet zeggen dat je doet waar je op de chemie, dus die dingen worden opgeslagen. Dus die mensen hebben flink gebruik van gemaakt voor dat hoe je denkt aan je pifu de kan doen. Nou, misschien dat je de gebieden of de straten nog eens kan doorgeven, zodat de mensen van die omgeving... Ja, op zaterdag 18 en zondag 19 augustus zijn we in de gebieden Zonnebloemstraat, Gemiddellandsweg, linksaf, Brokkepondeland, Jagonat Lasmanstraat, linksaf. Dan komen we in de omgeving Ballona, krijg je Lala Roekweg, Gemiddellandsweg, rechtsaf Brokkepondeland, rechtsaf Fransjepanenstraat. Dat zijn de gebieden die we gaan aandoen, zaterdag en zondag. Op zaterdag en zondag komen die grote trucks weer voorbij. En dan gaan ze samen met de jongeren, Fadi, helpen de mensen. Want ik heb begrepen, een andere groep was bezig van Beekhuizen. Na zo'n biggies met wawan stroop, wawan koekwe mekie en zo. Ja, geven die mensen ook die ondersteuning? Ja, van bepaalde mensen is het wel zo. Dat is mijn actie van als ze wat drinken voor ons kunnen kopen en zo. Oké, maar echt Bori niet, omdat we ook onze eigen mensen hebben die dat doen. Dat er wordt ervoor gezorgd dat we voeding krijgen. Maar smaad is aan, ik wil aan het zeggen, ik moet bij drie jaar voeding komen toch. En dus ik vind dat initiatief prachtig. De mensen zijn er blij mee. Heeft het gehoord, mensen? Hij is de laatste gast voor wat deze uitzending betreft. En hij heeft nog één ding te zeggen. Eén ding te zeggen. Samuel verzoekt dus man dat deze ook bekend dat deze man voor de graf veel naar VC. Ik denk dat ik op tijd omdat het lastig is om te doen. Dus ik kwam er bij dat ik niet voor zo'n smijl ook of voor te graven. Dat is wel een beetje lastig omdat we bezig zijn en te weten naar Gwewegwe. Is dat het? Want omdat de trapassie is, hij wacht ook toe. En als hij moest draaien, kom ik af de kadoti dat dan hij vertraagt. Toch? Want dan is het heel op en toe. Dus als je maar voor de doti op tijd naar VC. Dat we op dat moment draaien komen, omdat we maar vertraagd op het doet. Ik denk dat u het goed gehoord heeft en ik weet dat u luistert. En als u luistert, dan is het de moeite waard om te doen wat er wordt gevraagd. No pota doti tum si lati, want dat ik eerst ook toe de man om aan evalueren hoe dat hij zou doen aan een passie die zie. Want dat bijna te de man hoe dat hij eerst ook. Awagino Bereidra Pepsa. U heeft gekeken, u heeft genoten en u heeft wat info gekregen vanuit de studio van de STVS of als u bent afgestemd op de SRS. Het enige wat ik nog kan doen is om u te bedanken en u nog een hele mooie tijd of mooie dag toe te wensen. Niet alvorens ik nog meegeef dat we vanaf vandaag, of elke dag trouwens, maar vanaf vandaag gaan we extra op elkaar letten in het verkeer. Omdat de verkeersveiligheid maand vandaag van start gaat. En dat duurt tot 15 van de volgende maand. Maar we moeten niet alleen wachten op deze periode. We moeten gewoon ervoor zorgen dat mi eluku yu, yu eluku mi nomi sani of yu sani. Maar we eluku strefi tapa gedrag in het verkeer. Bedankt voor het kijken. Morgen is Lloyd in de studio. En ik ben er vrijdag weer met de afsluiting voor wat deze periode betreft. Mate Taki.